Ja, ik wilde me vandaag wel echt even testen. Ik bedoel, de tijdrit in de Giro ging ook goed. En ja, het was een mooi parcours denk ik hier ook vandaag. Dus ik wilde gewoon volle bak rijden. En ik bedoel, ja, ik heb niet de afgelopen anderhalve week bewust erbij gebleven om dan in zo'n tijdrit ineens te laten lopen. Ik bedoel, dan kan je beter vanaf dag 1 laten lopen en echt voor ritzegens gaan. Dus ja, ik sta nu nog redelijk in het klassement en dan wilde ik in ieder geval vandaag en morgen ook nog even zo houden. Wordt tijdrijden ook leuk als het goed gaat? Hè? In de Giro, je refereerde het al even aan, daar was je tweede in San Marino. Hier ga je toch ook weer een hele goede uitslag rijden. Wordt het dan ook leuk of is het nooit leuk? Ja, het doet altijd pijn een tijdrit rijden. Maar goed, als de uitslag goed is en je zit lekker op je fiets, ja, dan gaat de tijd misschien ook wat sneller voorbij. En dan is het een stuk leuker dan dat je af zit te zien en achteraf 50ste of 60ste wordt. En ik rijd het hele jaar voor mijn gevoel wel goede tijdritten. Ook best veel opgetraind, wat dingen veranderd van de winter. En dat is wel lekker dat je dan dat ook ziet in de resultaten. Je hebt het even over het klassement net. In hoeverre speelt dat nou bij jou? Nou, ik wil morgen in ieder geval even aankijken. Ik bedoel, toen de eerste echte lange aankomst bij Rob. Hoe goed de benen daar zijn en wat na morgen mijn achterstand is in het klassement. Morgen is denk ik nog een mooie test. En dan weten we meer. En goed, als ik dan op 5 of 6 minuten sta in het klassement, dan is het ook logisch dat je een keer een kans waagt voor een ritzege. En dan zullen ze misschien ook wat eerder laten rijden. Maar als je erbij kan blijven morgen, zou je niet laten? Nee, zeker niet. Morgen ga ik gewoon volle bak. Dankjewel. Is dit de makkelijkste, voor jou de meest ontspannen manier om eigenlijk een klassement te gaan rijden? Zonder druk? Het was wel heel ontspannen de afgelopen 2 weken. Ik bedoel, heel anders dan de Giro. Ik bedoel, daar zit je echt continu van voren te wringen en met de ploeg om je heen. En nu heeft de ploeg zich gewoon volledig met Ritchie natuurlijk bezig gehouden. Ik heb lekker een beetje van achter gereden en eigenlijk redelijk stressloos die eerste 10 dagen gereden. En dat is eigenlijk perfect gegaan. Alleen behalve dan die waaierrit waar we allebei eigenlijk 1,40 verliezen. Maar afgezien daarvan heb ik eigenlijk redelijk weinig energie verspild. En toch nog goed in het klassement blijven staan. Dat is eigenlijk een beetje per ongeluk dat je nu nog steeds goed lijkt te staan dan? Nou, niet zozeer per ongeluk. Ik bedoel, de dagen waar het er wel om ging, zoals Laplanche, de Belfiou en wat andere van die heuvelritten, waar je wel van voren moest zitten, daar zat ik het op het einde er ook gewoon bij. Had je deze tijdrit al verkend? Alleen vanochtend afgelopen dagen een beetje op video's. Dus het was een mooi parcours. Veel op en af, niet super technisch, maar toch nog wel wat snelle afdalingen. En ik vond het een heel mooi tijdritparcours. Morgen de Tour Malais, die zal je al wat beter kennen. Nou, van deze kant heb ik hem niet zo heel vaak gedaan. Ik denk maar 1 keer eigenlijk in de koers. Het was een jaar of 3, 4 geleden of zo. 5 misschien, maar het is gewoon een hele lange klim. Dus het is niet zo heel spannend. Het zijn gewoon de benen, denk ik, die bepalend zijn.